super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. De video van vandaag is een Guts & Gusto unboxing slash shopblog slash how to wear. Guts & Gusto is een van mijn favoriete winkels en ik vind het ook heel erg leuk om te zeggen dat deze video ook een samenwerking met ze is. Ik weet niet wat er in het pakketje zit. Ik had mijn favoriete items doorgestuurd naar hun. En zij hebben op basis van mijn favorieten een pakketje samengesteld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik van ze heb ontvangen. Dus mocht jij net zoals ik heel erg excited zijn en eigenlijk niet langer kunnen wachten, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook gelijk op het belletje. Ik zal trouwens de linkjes van de items hieronder in de beschrijving zetten. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Dus mocht je nog willen shoppen, dan kan je dat zeker gaan gebruiken. Sowieso als allereerst extra punten voor de verpakking. Ik vind het echt super leuk hoe Guts & Gusto altijd hun pakketjes inpakken. Dat ja, maakt het toch extra leuk. Als eerst hebben we een persoonlijk kaartje. Het kaartje zelf is ook erg leuk. You never appreciate what you have till it's gone. Toilet paper is a good example. That's true. Oké, ik zie al wat. Oké, ik ben heel excited. Oké, laten we beginnen met het eerste wat ik eigenlijk zag toen ik het pakketje openmaakte. En dat is dit jasje. Ik heb al zo'n leren jasje, maar die heb ik al een paar jaar. En ik draag hem elk seizoen weer. Maar hij is gewoon toe aan vervanging. Dus ik ben heel erg blij met deze. Ja, leren jasjes komen altijd van pas. Dit is een maat M en deze kost €59. Dan hebben we dit rokje. Hij is legergroen. En ja, volgens mij is hij van Suede. Hij voelt heel erg zacht. Dit is ook een maat M. Ik vind het heel erg leuk om met kleding te experimenteren en kijken waar ik me wel en niet comfortabel in voel. En ik merk de laatste tijd dat ik steeds vaker weer rokjes wil gaan dragen. Ik heb al een keer een rokjesperiode gehad. Maar ik draag sneller gewoon broeken omdat ik dat gewoon chiller vind. Maar ik ben benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Mijn eerste indruk is helemaal top. Met zo'n rokje vind ik het wel altijd leuk om iets simpels te combineren. Oh my god, ik kom er nu achter dat het zakken heeft. Helemaal in love. Maar ik vind het altijd chill om het gewoon met een simpel t-shirtje te combineren. Of een truitje. Dit heeft ook wel iets stoers, ook door het shirt. Dan hebben we een jurkje. En dit geeft me echt wel zo'n herfstvibe. Volgens mij zijn het bladeren. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ik vind het zo ontzettend schattig. En ik vind het heel erg lastig om bepaalde jurkjes echt uit te kiezen voor het najaar. Want 9 van de 10 keer zijn jurkjes, nou, wat ik dan meemaak, gemaakt voor de zomer. En ik wil wel in het najaar een panty kunnen dragen. En niet dat dat heel lelijk eruit komt te zien. Maar ik denk dat dit met een zwarte panty nogal te doen is. Ik ben heel erg excited over dit jurkje. Ik vind de lengte ook precies goed. Het is niet mega kort, maar ook niet heel erg lang. Hij komt ruim boven mijn knieën. En ik denk dat het ook wel leuk is om het met een riem te combineren. Kan natuurlijk ook wel los. Dan, is dit ook een jurkje? Ja. Ik word heel erg girly op dit moment. Echt zo'n stoere biker jas. En dan de rest is heel erg girly. Het contrast moet er zijn. Maar dit jurkje en dit, ik denk dat dit ook helemaal top is voor de herfst. De kleuren zijn herfstig, heel erg neutraal wel. Ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen. Ik ben echt een persoon die van neutrale tinten houdt. Net zoals mijn achtergrond en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit mij heel erg leuk zal staan. Het matcht ook heel erg top met een legging. Het is niet dat het heel gek oogt. Moment dat ik geld in mijn jaszak vind. Oh, leuk. En het voordeel van zo'n jurk, je hoeft niet na te denken wat je voor de rest met je outfit gaat doen. Want je hebt één ding en dat is helemaal top. En natuurlijk kan je ermee spelen met een jasje. Of wat ik ook heel erg leuk soms vind, is om er een trui overheen te doen. Dan, wat is dit? Is dit ook weer een jurk? Sabrina, stop, hou op. Waarom ben ik... Oh nee, dit is een jumpsuit. Wat ik ook heel erg leuk vind. Ik vind jurken zeg maar wat praktischer dan jumpsuits. Want ja, jumpsuit moet je weer uittrekken als je naar de wc gaat. Maar ik dacht, weet je,
Ik vond dit ook wel heel erg feestelijker uitzien. Hij heeft een soort van, niet, ja, glitters. Niet, het is niet too much, maar het heeft wel een subtiele touch. Dus dit is ook wel heel erg leuk voor de feestdagen. Denk ik, hoop ik. En dit is in een maat ML. Het is altijd heel lastig in te schatten met maat, want iedereen heeft natuurlijk een heel andere figuur. Maar ik denk dat dit wel bij mijn figuur past. Dus dit gaan we ook zo aandoen. I like it. I'm feeling it. Ik hou van dit pakje. Ik heb het nu gecombineerd met een riem. Maar je kan het ook lekker simpel houden. Casual. Zonder enige accessoires erbij. Maar ik vind het zo leuk. En ik denk dat ik dit oprecht ga dragen tijdens de feestdagen. Ja, dit geeft toch wel een extra touch. Maar het is ook meer van wat je zelf leuk vindt. Dan hebben we hier een panty volgens mij. Dat is handig. Heel leuk gepakt. Ze wisten gewoon dat ik dit met panty wilde dragen. Oké, dan hebben we het laatste pakketje. Hun inpakpapier is zo schattig. Hey, kunnen jullie dat ook niet even gaan verkopen? Want dat wil ik hebben. Ik hoop dat hier een paar schoenen in zitten. I like. Niet zo lang geleden had ik ook al zulke hakjes besteld. Maar die hak daarvan is echt een stuk groter. En ik had ze laatst ingelopen. En ik had een partijtje pijn aan mijn voeten. Ik kan gewoon niet op hakken lopen. Dus ik vind het wel fijn om te variëren met de hakhoogte. Maar deze is echt top. Want de hakhoogte die ik nu heb is zo? Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vind het heel erg nice. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik hou van laarsjes helemaal in het najaar. Oh, ik zie het helemaal voor me. Met die jurkjes, deze hakjes eronder. I like. Nou, zoals jullie hebben gemerkt ben ik echt mega enthousiast. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Mocht je iets leuks in deze video tegengekomen zijn, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Hierbij wil ik Guts & Gusto ook bedanken dat ik weer een aardig voorraadje aan herfstkleding heb. Ik kan er weer lekker mee door. En ja, mocht je nog andere video suggesties hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Volg me op Instagram. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!